Hallo, mijn naam is Bart de Pauw. Welkom bij Heb je zin? Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen met de grammatica van Hashtag Dutch Grammar les 30. Over de werkwoorden gaan, laten en blijven. Annika en Jen komen terug van de winkel. Op de fiets. Met eten voor de barbecue, want vanavond gaan de studenten barbecuen. Hier is het vlees, het brood, de sla, de komkommers en de tomaten. Zullen we de salade maken? Vraagt Jen. Ik ben moe, zegt Annika. Ik ga even zitten. En ik blijf wel even zitten. Kunnen wij helpen? Vragen twee studenten. Ja, natuurlijk. Hoe heten jullie? Ik ben Xing uit China. En ik ben Kathy uit de Verenigde Staten. Oh, zit jij in huisje 65? Ja. Dan ben jij mijn kamergenoot. Ik ben Annika. Ik zit ook in huisje 65, zegt Xing. Maar ik heb een eigen kamer. Willen jullie de salade maken? Hier zijn de tomaten, de komkommers en de sla. Dat is goed. Laten we dat doen. Zal ik wat spullen uit de keuken halen? Nee, jij blijft zitten. Ik ga wel even om een paar borden, messen en een kom. Bart, Lars en Soliman komen ook terug van de winkel. Met de auto. Zij hebben drank. Cola, limonade, sap, wijn en bier. Zij hebben ook kolen en aanmaakblokjes voor de barbecue. Hoe laat gaan we barbecuen? Vraagt Lars. Laten we om 8 uur beginnen, zegt Bart. Ik ga het even omroepen. Beste studenten van de Summer School, de barbecue begint om 8 uur. De barbecue begint om 8 uur. Om 8 uur zijn alle studenten aanwezig. Bart gaat een toespraak houden. Beste mensen, welkom bij de Dutch Summer School. Ik ben blij dat jullie hier zijn. De komende periode gaan we veel studeren. En natuurlijk gaan we Nederlands met elkaar praten. Daarom zijn we hier. Vanavond kunnen we met elkaar kennis maken en genieten van een mooie zomeravond. Maar belangrijk, morgen moet iedereen fit zijn. En op tijd in de les. Bart blijft nog even praten en daarna begint de barbecue. Dat zien we de volgende keer bij Heb je zin? Doei!